voor het eerst nu hebben we dat we literatuur ook bij betrekken. Ja. Dus vijf verhalen vertellen. Ja. We krijgen allemaal, alle vijf, het woord water. Ja. Ah. En tijdens het vertellen mogen ze dus de stukken letters in de, ja, in de kachel doen. Ja. Om die ook nog warm te houden in februari. Het is ontzettend leuk. En maar hoe kom je aan die letters? Want ik hoorde ook zoiets dat je iets met die letters. Dat jullie die overhielden ergens van? Nee, deze heb ik gewoon uitgezaagd. Oh. Stef vroeg hoe ik op het idee kwam. Ja. En. Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de vertellers. Dus ja, dat er woorden worden gegeven. Ja. En deze tijd warmer worden. Ja. Dus dankbare letters. Ja, en heb je het idee dat er veel mensen komen? Of? Ik weet niet, met rondgang is ik was zelf de eerste. Jij bent de eerste, ja. Ik denk, ik zag maar het ook te laat. Nee, het begint pas om 1 uur. Het was, er stond 12 uur. Er stond 12 uur. Ja. Maar er zit niet echt heel veel water in, hoor. Hij kijkt er zelf helemaal. Ja, dat is perfect. Ik ben altijd aan het video, dus ik kan gewoon dan praten. Nou, dat is natuurlijk. Dan is het te verstaan. Water staat hier. Ja, dan hebben ze het wel gezien met het water. Ja. Nee. Het is echt. Even die radio's aan in elkaar gaan. Hey, en dat kraantje, dat waterkraantje dat daar in de boek zit, dat blijft wel dicht, hoop ik. Waarom niet een ander stortje achter het plafond? De houtjes zelf, dan kun je ze gewoon pakken. En, maar zo'n zelfde huis als zij hebben, was een maand of wat daarvoor afgefikt. Ah. Dus dan stond ik met een voorraad zien. Ja. Wat is dat? José Huervo Especial, wat is dat voor iets? Een thee. Thank you.